Hey allemaal en welkom terug bij een nieuwe vlog vandaag. Nee, dat zeg ik niet. Hey allemaal en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe vlog. Dat zeg ik. Bert zijn kast, die moet naar zijn kamer. Dus dat gaan we eerst even doen. Vandaag gaan we nieuwe meubels halen, zoals een zetel. Een wasmachine, maar dat zijn niet echt meubels. Een wasmachine is nu niet echt een meubel. Eigenlijk wel, maar ook weer niet. Ja. We gaan nu het afval naar het containerpark doen en dan gaan we een zetel uitkiezen. En misschien een wasmachine. En een wasmachine, ja inderdaad. We zijn hier bij de Bert. Dit is het busje waar we alles hebben ingeladen. Dit zijn de zakken die ook mee moeten. We gaan nu naar het containerpark. Heb je een probleem of zo? Hè? Problem? Ik probeer die face na te doen, zo. Snap je? Ah, wel, Casper. Maar zoals jullie zien, dit busje heeft maar 2 zitplaatsen. Dus Casper gaat blijkbaar in het karton gaan zitten. We zullen net wat eten gaan halen voor vanavond. Klaargemaakt al. Een beetje verser dan anders. Bij een traiteur, ja. En wij gaan nu naar het containerpark. Want al die rommel, die moet wel weg. Ik kan hier niet blijven staan. Zit je goed, Casper? Help. Casper, we komen terug. Krijg je lucht? Maar we zullen het raam kunnen opendraaien. Het containerpark is gesloten. Yay! Hé Casper. Mm-hmm. Hoe gaat het ermee? Ik ga niet meer. Dat is wel een mindere, hè Bert. We zijn echt precies de pool aan het invoeren. Curva match. Hashtag free Cassie op in de chat. Haha, joh. We zijn nu op Bert zijn vriend aan het wachten. Nee mensen, Bert is niet homo. Dat is gewoon een goede vriend. Een hele goeie. Soms iets te goed. Soms. Nee, we zijn nu aan het wachten op Dries dus. Die gaat mee naar de winkel. Maar die moest nog per se douchen. We zijn hier ondertussen een frangipanneke aan het eten. En nu ben de tweets aan het liken. Iedereen die mijn video liked en dat wordt gepost naar Twitter, ik like al die tweets. Dus wil je een like, geef dan een like. Kroonzin is rechtstreeks naar ons huis gegaan, de villa dus eigenlijk, en die is niet naar hier gekomen. Dus nu gaan wij die ontmoeten aan de meubelwinkel. Dat is ook weer typisch Driezen. We zijn aangekomen bij de zetelwinkel. Kroons die komt dan toch niet mee. Die blijft gewoon bij het huis. Bert zijn spullen in elkaar steken. Kroons, get your shit together, man. En nu gaan we een zetel halen. Dit is de zetel die we hadden gezien. Oh, met een poef en al. Wow. Zit die goed? Is dat ça va? Hard. Nee, is nog wel ça va. Dit is wel heel hard gebogen. Is nog wel ça va? Echt zo'n hoekzetel. Ik vind die nice. Maar we gaan straks nog naar andere zetels kijken. Ja, het ding is, die moet echt in een hoek zetten, want de vijf staat absoluut niet. Dus, de hoekzetels duren 6 tot 12 weken om te bestellen. Als we snel een zetel willen, dan is dat niet de optie. We denken erover om deze zetel te nemen. En het ding is, we hebben zo net een zetel gekocht, morgen kunnen we die ophalen. We gaan nu naar de Krevel voor een wasmachine. Dit is het wasmachine dat we gaan nemen. Ja, staat een goede spot. Ik wou dat massageding meenemen. En omdat het zolder zijn en al mijn schoenen bijna kapot zijn, gaan we nu naar de shoe discount. Let's go. En Casper zijn schoenen zijn ook aan vernieuwing toe. Ja, ik heb ook een nieuwe shoe discount. Deze schoenen gekocht. Panten. Cheap. Fake aanstellers. Fake aanstellers. Zeg het maar, fake. Dus ik heb die schoenen gevonden. Cheap. Ik koop er altijd van die goedkoop. Want als ik echte Allstars koop, die gaan even snel kapot. En nu gaan we terug richting huis. We zijn terug aangekomen. We hebben wat spullen van bed bij. We hebben eten bij voor Kroons. Gaan we eten? Ja, we hebben een worstbroodje gegeten. Wat vinden jullie van de nieuwe t-shirts van Unagis? Die zijn te koop op Final Boss. Mijn t-shirts staan er ook op te koop. Check de link in de beschrijving, moest je daar interesse in hebben. Die zijn trouwens ook te verkrijgbaar op Big. Het is simpel, maar het is wel nice. Nou ja.
trouwens mijn nieuwe schoenen aan. Ik koop meestal altijd van die goedkope schoenen, omdat mijn schoenen echt veel te snel zo scheuren aan de zool. Zo. De Bert is hier goed krieken met... Wat is dat eigenlijk nu? Ja. Krieken en frikandellen in... Wat is dat saus? Kriekensaus of wat is dat? Kriekensaus. Ja. Koud. Mijn eten zit in de oven. Dat is kip met curry en rijst. En ik ben aan het eten. De drie is ook zo'n broodje aan het geneten. Hoeveel keer kom ik eigenlijk in een blok? Fuck. Doe nog zo'n trucje. Kom. Allee. Wel mensen, je kan van dat broodje twee broodjes maken. Zie, het is gelukt. Het is gelukt. Woe! Magie, joh. Volassen, nog iemand die kan stofzuigen? Den Bert. Natuurlijk moeten we het huis onderhouden, dus ik ga hier nu dweilen. Ik heb een lekker ruikend sopje. Dat is iets van, wat staat erop? Iets van... Bla bla bla, roos. Iets meer roos. Moet natuurlijk ook gebeuren als je alleen woont. Volasse, alles is mooi, proper, gedweild, daar is nog aan het opdrogen. Lekker fris. Kasper is ondertussen ook aan het eten. En kijk eens mensen, groenten. Dat is wel lekker. Moest jullie trouwens afvragen wat Dries eigenlijk hier altijd doet? Dat is de personal editor van Bertrand. He's too famous to edit his own video, so this guy edit it, yes? Yes. Vraag allemaal om een foto of big aan hem. Ik heb dat waarschijnlijk nog niet eens verteld. Onze zetel komt morgen. Dat gaan we morgen ophalen. En onze wasmachine wordt donderdag geleverd trouwens. Zometeen gaan we naar de kermis. We gaan er wat drinken, wat plezier maken en jullie gaan het zien. Het is hier heel druk op de kermis. Meestal de kermissen bij ons, waar ik woonde in Antwerpen, was dat echt totaal geen volk. En hier lijkt dat precies alsof dat zo gratis allemaal is. Kom aan, Bert. Je bent al gewonnen. Je bent al gewonnen. Hier nu op zo'n ding. Ga. Da. Oh. Ja, we zitten hier op dit ding hier. We gaan hier naar boven. Da. Wat is de 3 euro waard? Ik weet het niet. Je moet zo wel checken dat een lot is zo groot. Mijn maag is helemaal overhoop en mijn ballen doen pijn. Dank u, attractie.
Er zijn hier een klein beetje te veel kijkers, nu gaan we een beetje weg van de kermis. Daar achter ons, die dat je in het midden van de straat ziet lopen, dat zijn kijkers, die volgen ons al sinds de kermis. Wat doen jullie toch? It's not a dream, though. I can see myself looking like an angel. This can't be true, I'm in denial. I've been dead all along. Nu is het tijd om smoutenbollen te halen. Yay! Gaan we dingen doen? Smoutenbollen! Smoutenbollen. Dit is geen suikerpoeder, maar cocaïne. Hij heeft letterlijk zijn tong al verbrand, denk ik. Iedereen kijkt mij zo raar aan, ik weet echt niet waarom. Heb ik iets misdaan? Zie ik er raar uit of zo? Ik vlog gewoon zo. Kijk, we hebben net wat drinken besteld. Er zijn een paar kijkers in de vlog. Net wat kijkers tegengekomen, natuurlijk weer. Nu gaan we wat eten. Ik heb al wat honger, ik heb er juist ook smoutable heet, maar ja. De drie is ook, hè. De plannen zijn gewijzigd, we gaan thuis hamburgers maken. Dat was een kleine dancebreak. En we zijn terug aangekomen in het huis. Ryan is hier, die was niet mee geweest. Je hebt echt wat gemist, man. Je hebt echt wat gemist. Ja. En omdat we geen hamburger hebben gekocht op de kermis, maken we er nu zelf. De hamburger is klaar. Mensen, om de vlog af te sluiten, gaat Dries nog een trucje doen met zijn kaarten. Jullie hebben de kaarten teruggezien in de vorige vlog. Dus, Dries, show me your magic. Oké. Okay. Dat is de kaart? Yep. Steken die in het midden. Zo. En the fuck, dat is de kaart. Dus, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Deze vlog was een beetje random. Ik vond het zelf heel random. Ik weet zelf niet hoeveel dat ik heb gevlogd vandaag. Maar hebben jullie ervan genoten? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer als jullie dat nog niet hebben gedaan. Abonneer zeker op Bert. Die jongen verdient ook een klein beetje abonnees. Hij begint vanaf... Morgen? Ja. Eigenlijk gisteren begonnen we met uploaden vlogs. Dus check ze. Link in de beschrijving. En dan zien we jullie morgen bij een nieuwe vlog. Als onze sofa er is. Yay! It's Dennis for fuck's sake.